Vanavond in Londen verzamelen leiders uit de hele wereld voor de begrafenis van Queen Elizabeth morgen. Aan de vooravond gaan wij live naar onze reporters in de Britse hoofdstad, Ivan Olivier en Lauke van den Driessen. In het Maria Middelares ziekenhuis in Gent is een man omgekomen na een brand in een isoleercel. Nieuwe patiënten worden voorlopig opgevangen in tenten voor het ziekenhuis. In Sportweekend straks heel veel aandacht voor het brons van Remco Evenepoel in Australië en voor de Noor Tobias Vos natuurlijk, de verrassende winnaar van de tijdrit op het WK. En voetbal is er ook met Racing Genk dat AA Gent geklopt heeft dankzij een goal in de slotfase. Nog maar zelden zijn er zoveel wereldleiders op zo'n kleine oppervlakte samen als in Londen op dit moment. Van overal zijn ze naar de Britse hoofdstad gereisd om morgen de begrafenis bij te wonen van Queen Elizabeth II. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill die hebben eerder vanavond de kist gegroet in Westminster Hall. En ze waren lang niet de enige notabelen die dat deden. We zien ook koning Felipe van Spanje hier, president Jair Bolsonaro van Brazilië en Europees president Charles Michel ook. Ook onze koning Filip en koningin Mathilde zijn al in Londen aangekomen. Er is ook een rouwregister voor de koningin en president Joe Biden heeft daar zo net al een boodschap in neergeschreven. En dan gaan wij naar Londen en naar Ivan Olivier, nog altijd op post daar. Ivan, gebeurt er vanavond nog veel? Wel, zoals je ziet, Goedele, dit is aan het gebeuren vanavond. Dat zijn de mensen die massaal toestromen langs de wegen waar morgen de kist zal worden voorbijgereden. En er is ook een... Ja, je ziet ook hier, ze zijn ondertussen hun plaatsen aan het innemen langs de Mall. De verbindingsweg tussen Trafalgar Square en Buckingham Palace. Maar er is ook een officieel gedeelte en dat bestaat erin dat koning Charles op dit moment een receptie aan het organiseren is voor de staatshoofden en regeringsleiders die morgen de begrafenis zullen bijwonen. Ze zijn ondertussen allemaal aangekomen in Londen. De Amerikaanse president Biden en zijn vrouw Jill zijn sinds gisteren in Londen. We hebben hem net zien voorbijrijden met zijn konvooi. En de Belgische koning en koningin Filip en Mathilde zijn vandaag gearriveerd in Londen met de Eurostar. Ze zijn op dit moment op de receptie aanwezig. En later vanavond gaan ze de koningin groeten in Westminster Hall. Ja, en morgen dan natuurlijk is de grote dag, de begrafenis. Er is anderhalve week tijd geweest om alles voor te bereiden. Is alles helemaal klaar? Wel, eigenlijk is de Londense politie en de Londense overheid die is dit evenement al jarenlang aan het voorbereiden. Want ja, gezien de leeftijd van de koningin was haar overlijden niet geheel onverwacht. Maar toch staan de zenuwen gespannen, ze staan op scherp, want nog nooit heeft Londen zoveel staatshoofden en regeringsleiders tegelijk ontvangen. En ja, de beveiliging hier, die is enorm. Inlichtingendiensten en beveiligingsagenten lopen op de toppen van hun tenen. Morgen komen honderdduizenden mensen naar Londen. Het wordt een Herculestaak om ervoor te zorgen dat alles in goede banen loopt. So we've got an enormous operation building that's been many, many years in the planning. By Monday we'll have over 10,000 officers deployed. The core of that is Metropolitan Police officers, but we've got help from every force across the country and indeed from some forces further afield. Many of the officers will be visible, but there's all sorts of specialists behind the scenes supporting that. Een wereldstad als Londen is dit soort evenementen wel gewend. Toch valt niets te vergelijken met wat morgen op stapel staat. You got to remember earlier on this year we had Her Majesty's Platinum Jubilee. We're a city that's had Olympics in 2012. We undertook the Queen Mother's funeral, Princess Diana's funeral. We have carnivals in Nottingham every year. We have the marathon. We have massive events with the Euros, of course. This is nothing like that. This is the biggest police operation ever. Scherpschutters verkennen de plek waar ze plaats zullen nemen, in de hoop dat ze werkloos zullen blijven.
Ja, dat is allemaal voor morgen. Terug naar vandaag. Dag, Lauke van den Driessen. Jij bent ook in Londen. Jij staat aan de start van de wachtrij. Want nog altijd zijn mensen aan het aanschuiven om de Queen te gaan groeten. Kunnen ze nu nog beginnen met dat aanschuiven? De mensen kunnen nog altijd een polsbandje krijgen. Iedereen die ik hier zie, komt hier toegerend omdat ze denken dat de poorten bijna dicht zijn. Maar dat is niet het geval. En men zegt mij, net omdat het hier zo vlot gaat op dit moment, dat het misschien nog enkele uren mogelijk zal zijn om aan te sluiten bij die fameuze queue. De wachtrij die blijft nog gaan tot 6:30 Britse tijd vanochtend, tot half acht Belgische tijd. Maar dan gaan de deuren van Westminster Hall dicht, omdat het dan natuurlijk bijna tijd wordt voor de staatsbegrafenis. Nu, vanuit de hele wereld heeft men de voorbije dagen met verbazing zitten kijken naar het fenomeen dat de queue geworden is. Mensen die bereid zijn 16 uur, soms 24 uur aan te schuiven om een laatste groet te kunnen brengen aan hun koningin. Hoeveel mensen dat precies geweest zijn, weten we nog niet. Er is nog geen officieel cijfer, maar vermoedelijk zijn er wel honderdduizenden polsbandjes uitgedeeld. En wij zijn vannacht ook even meegegaan gaan aanschuiven om te zien hoe mensen dat volhouden tijdens die lange en koude uren. Een verslag. Ook 's nachts kronkelt de queue langzaam verder door Londen. Langs de River Thames schuifelen duizenden geduldig verder. We traveled from Yorkshire. I think it's 5 o'clock in the morning. We joined queue at 8:30 last night. Stewards were telling us that they were cleaning the hall, but we're eager to get moving now. Heel wat mensen vonden het een goed idee om ook hun kinderen mee te brengen. Soms zijn er foliedekens nodig om hen warm te houden. Yeah, that's my son. Then he was like moaning for 1 hour that he wants to go to hotel. But then there was a gentleman and he gave him some sweets and he started to be okay then. This is my daughter. We've got our grandchildren, my grandchildren in here. She went to the Queen Mother's when she was a little girl. So she wanted them to have the same experience she had, yeah. Yeah, they've been watching their iPads as well just before they went asleep. So yeah, Frozen. Het succes van deze uiterst gedisciplineerde en rustige rij zit hem ook in de informatie. Wie aanschuift, krijgt voortdurend updates. 4 to 5 hours, yes. Not what you expected. No, we thought we were closer. It's like the next bridge. Why is it 4 to 5 hours? That's 2 movies. It's a family thing it's for you. It's a family thing, yeah. For me, yeah. More so. Always okay. Tell them, my children, not to forget their beginning. So when we are born in this world, the Queen is already there. So it's like part of us. Samen uren aanschuiven terwijl de zon boven Londen stilaan opkomt, lijkt voor velen betekenisvoller dan een glimp van de kist in Westminster Hall. Ja, en zo zal er nog één nacht aangeschoven worden. En morgen dan is die staatsbegrafenis. Dat wordt een hele gebeurtenis. De Queen die ligt sinds dinsdagavond opgebaard in Westminster Hall. Een zaal is dat in Palace of Westminster. Morgen wordt de kist van daaruit naar Westminster Abbey gebracht, waar vanaf 12 uur onze tijd de uitgebreide kerkdienst plaatsvindt. Daarna volgt een stapvoetse processie langs Buckingham Palace tot Wellington Arch. Vandaar wordt de Queen dan in een wagen naar haar laatste rustplaats gebracht, Windsor Castle. In de St. George Chapel, de huiskapel van het kasteeldomein daar, volgt nog een kleine eredienst. Daarbij zal de kist dan in de Royal Vault worden gezet. De koninklijke grafkelder, met andere woorden, waar momenteel ook prins Philip ligt, de echtgenoot van de koningin. Later op de avond dan zullen ze allebei in besloten kring begraven worden in de kleinere King George Memorial Chapel. En wij hebben morgen een lange uitzending om die hele begrafenisplechtigheid te volgen met studiogasten en live-interventies van onze collega's in Londen. Vanaf 10 uur 's morgens kunt u daarvoor terecht hier op 1 en ook op VRT Max. Straks hebben we een fruitig verslag uit Brugge, waar inwoners gratis appels en peren konden krijgen. Ze moesten ze dan wel zelf plukken. Maar eerst houden we halt in Gent. Daar is bij een brand in het Maria Middelares ziekenhuis een patiënt om het leven gekomen. Het gaat om een man die zich op de spoedafdeling in een isoleerkamer bevond. En het is ook in die kamer dat het vuur ontstaan is. Er wordt nu onderzocht of het om brandstichting ging en of het slachtoffer daar dan zelf verantwoordelijk voor was.
De brandgeur hangt er nog, hier aan het ziekenhuis Maria Middelares in Gent, nadat ze hier vanmorgen zijn opgeschrikt door een brand. Deze morgen om 5:30 hadden we een korte, maar heftige brand in een isolatiekamer op spoedgevallen. Waarbij dat ons personeel heel snel adequaat de eerste brandblusbewegingen heeft uitgevoerd. De brandweer was heel snel ter plaatse om schade aan omliggende infrastructuur te vermijden. Korte heftige brand waarbij dat er één dodelijk slachtoffer valt te betreuren. Dat dodelijke slachtoffer is een man van 44, een patiënt die in de isolatiekamer zat. Of die de brand heeft aangestoken, al of niet opzettelijk, wordt nog volop onderzocht, zegt het parket, dat een onderzoeksrechter heeft aangesteld. De brand is uitgebroken in een isolatiekamer en dat is een vereiste op de spoedafdeling van elk ziekenhuis. Dat is voor kwetsbare patiënten die een bedreiging vormen voor zichzelf en voor hun omgeving. Wat is zo'n bedreiging? Die kunnen agressief zijn, die patiënten, omdat ze bijvoorbeeld te veel gedronken hebben of omdat ze psychologische problemen hebben en een psychose doormaken. En zo'n isolatiekamer, daarin kunnen ze zichzelf niet bezeren. Dat is heel zacht, dat is vol met kussentjes, ook dus vol met schuimrubber en dat is heel brandbaar. De andere patiënten die op de spoed waren vanmorgen zijn overgebracht naar andere ziekenhuizen. Nieuwe patiënten kunnen voorlopig terecht in deze noodtentjes. Het is een acuut ziekenhuis waarbij de patiënten zich nog steeds aanbieden voor zorg. En afhankelijk van de zorgnood kunnen die toch nog hier lokaal geholpen worden in deze noodtenten. Is het ernstiger, dan worden die patiënten per ambulance overgebracht naar ziekenhuizen in de buurt. Bij een andere brand in een rusthuis in de Brusselse gemeente Molenbeek is gisteravond een van de bewoners omgekomen. De brandweer vond het lichaam van de bejaarde man in zijn bed. Een kamergenoot is in kritieke toestand naar het militair hospitaal gebracht. Het vuur bleef gelukkig beperkt tot één kamer. Andere bewoners hoefden niet geëvacueerd te worden. De brandweer zegt dat er hoogstwaarschijnlijk per ongeluk vuur ontstaan is. Ze gaan dus niet uit van kwaad opzet. Het was autoloze zondag vandaag. 35 steden en gemeenten hebben meegedaan. Tot 7 uur daarnet waren auto's niet welkom op die plaatsen. Deze beelden komen uit Gent. Alle ruimte daar voor voetgangers en fietsers. Net als bijvoorbeeld in Oostende, Bilze en Mechelen. In Brussel deden alle 19 gemeenten mee. En het was zo de grootste autoloze zone in heel Europa. Maar wij gaan naar Antwerpen, naar Koen Wouters. Dag Koen, wij spraken elkaar deze middag ook. Toen regende het. Het is van de hele dag niet echt mooi weer geweest. Heeft dat gewogen op het autoloze feest daar? Dat heeft toch wel wat gewogen op het autoloze feest. Dat feest is trouwens voorbij, die autoloze of autoluwe dag. Zo wat 1,5 uur geleden hebben politieagenten in de straat hier achter mij de dranghekken opnieuw weggehaald. Het verkeer rijdt intussen weer helemaal door zoals voordien. Het is druk hier, veel verkeer op Antwerpen-Zuid. Nu, op het autoluwe feest zelf, zoals je dat zegt, was het veel minder druk. Zowel op de randanimatie als op de activiteiten zelf als in de stad was het minder druk. Zowel de artiesten als het publiek van Signor Circo trotseren op de kaaien weer en wind. En het weer? Het weer is een beetje minder, maar gelukkig regent het niet. Dus het was super tof. Ook bij het festival Zuiderburen is het niet de grote opkomst. Alleen de petankwedstrijd lokt wat volk. We zijn al een hele dag aan het zeggen dat het keihard gaat regenen, dus we mogen echt niet klagen momenteel. Zolang het niet regent, zijn wij content. Hè? Nou, we kunnen ons spelletje spelen, dan zijn we tevreden. Nou, we hadden het er net over. We denken toch naar de bioscoop. Eventjes. Het is toch droog, sowieso. Al is uiteraard het belangrijkste doel van Autoluwe Zondag mensen laten proeven van andere manieren om de stad te bereiken. De bedoeling is inderdaad, als je ermee kennis maakt, een keer uittest, een keer probeert, dat je dan misschien wel zegt van oké, waarom doe ik dit niet in mijn dagelijkse leven? En we zien dat ook dat vandaag in Antwerpen ook wel echt doorzet. Al moet ook gezegd, voor een autoluwe dag rijden er in Antwerpen nog relatief veel auto's. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet zo positief verrast ben. Ik ben uit Brussel en daar autoloze zondag betekent echt geen auto's in de stad. En hier ga ik maar zelf rond, overal auto's. Dus eigenlijk vind ik dat een beetje een fail.
In Brussel is het hele gewest ook afgesloten voor het autoverkeer vandaag. In Antwerpen enkel een gedeelte van de binnenstad. Je kan het natuurlijk groot maken, maar wij willen vooral focussen op al die andere dagen in het jaar ook. En daar die modal shift realiseren en niet op één dag in het jaar. De energiecrisis dan. We kunnen er niet omheen. Met een noodkreet deze keer van de aardbeientelers. De serres waarin zij hun aardbeien kweken, die worden vaak met gas verwarmd. Maar dat lijkt voor het komende seizoen onbetaalbaar te worden. Sommige telers denken er daarom aan om volgend jaar later te planten. Al 16 jaar teelt Matthias in Jabbeke in West-Vlaanderen aardbeien. Hij heeft 1,7 hectare planten staan, beschut tegen weer en wind. 1 hectare daarvan staat in glazen serres, de ideale omstandigheden voor aardbeien. Een aardbei heeft warmte nodig en licht. In de zomer gaat dat uiteraard vanzelf door het mooie of het aantal lange uren licht, zonlicht. Maar in de winter moet je die warmte stimuleren door warm water door de verwarmingspijp te gaan duwen om de aardbei voldoende mooi te gaan krijgen en groot. En die serres opwarmen zou binnenkort wel eens heel duur kunnen worden. Dit is de gasketel, daarmee verwarmen de serres, is eigenlijk de gasverslinder, zeg maar. Momenteel hebben we nog een redelijk voordelig gascontract, zeg maar, tot eind dit jaar. Maar na 1 januari gaan we naar een nieuw contract. En dat zal een groot verschil maken. Vandaag betaalt Matthias zo'n 20.000 euro per jaar aan gas. Vanaf volgend jaar zal dat vermoedelijk iets rond de 200.000 euro zijn, of het tienvoudige. Dus moeten er maatregelen genomen worden. Er is maar één alternatief en dat is later gaan opplanten. En later niet meer stoken en gewoon je oogst iets verleggen achteruit. Dus in plaats van 1 april zijn we dan maar 20 april aan de pluk. Minder stoken betekent minder oogst, maar natuurlijk ook minder kosten voor de teler. Wie graag Belgische aardbeien eet, moet niet onmiddellijk bang zijn dat ze onbetaalbaar zullen worden. Er zullen waarschijnlijk iets duurdere aardbeien zijn begin april, maar later, vanaf het moment dat al de teelten in productie komen die niet zullen gestookt zijn, zal er waarschijnlijk door het grotere volume een lagere prijs zijn. Voordelig voor de consument, maar nadelig voor de kweker. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinde is door de federale regering teruggefloten omdat ze op eigen initiatief gevraagd had of de ontmanteling van doel 3 uitgesteld kan worden en omdat ze daarna ook nog eens onjuist communiceerde over het antwoord op die vraag. Dat heeft de groene vicepremier Petra de Sutter gezegd in de Zevende Dag. Over een week start de ontmanteling van de kernreactor. Dat was binnen de federale regering al langer duidelijk. Dus de vraag hoefde volgens de Sutter ook niet meer gesteld te worden aan het VANK, de nucleaire waakhond. Die gang van zaken is voor de groene minister niet vatbaar voor herhaling. Op een paar dagen van het stilvallen, van het stilzetten van die activiteit, gaan vragen aan het VANK of het toch nog mogelijk zou zijn om niets onomkeerbaar te doen. Wij zijn daar ook van geschrokken of we waren daar toch door verrast door dat initiatief. Ja, ik denk dat het aan mevrouw Verlinde moet gevraagd worden waarom zij dat heeft gedaan. Ja, heeft zij gelogen? Zij heeft eigenlijk gelogen in ter zake. Zij heeft dat niet gedaan namens de regering. We waren daar inderdaad allemaal wel wat door verwonderd. En ze heeft misschien een beetje te snel gecommuniceerd. Ja. En is daarna teruggefloten. Dus jammer dat dat gebeurt. Ik hoop dat de les duidelijk is dat zoiets beter niet gebeurt. Wij dachten, laten we naar hier komen. Het is dus ook een fantastische dag, waarschijnlijk ook een van de laatste. Dus, en appeltjes zijn altijd lekker. Dus zeker altijd leuk. Eén dag per jaar mogen bruggelingen hun gang gaan in de verschillende boomgaarden van de stad om daar zelf, en helemaal gratis, 5 kilogram appelen en peren te gaan plukken. 1000 gezinnen schreven zich in en kwamen in tijdsblokken plukken. Dat is mooi meegenomen nu alles duurder wordt, al zijn het in de boomgaard dikwijls niet de fruitsoorten die we gewend zijn. Leg eens uit wat je eigenlijk moet doen. Appels pakken en met een netje en een greephaak. De appels hiermee losmaken en dan valt hij in het net en dan moet je naar beneden aankijken als je vangst hebt. Is het al veel gelukt? Ja. Heb je hem al? Yes, super. All right. Het is leuk om te doen met de kinderen. 1000 gezinnen komen hier om appeltjes te plukken, letterlijk. Het is een appeltje tegen de dorst. En wat over is, gaat eigenlijk naar sociale doelen en kan je dan kopen bij de sociale kruidenier. De stad Brugge heeft 14 eigen boomgaarden en op deze manier kunnen de inwoners mee profiteren van het lekkere fruit. Op deze plek stond in de 14e eeuw al een boomgaard die bij een klooster hoorde. De huidige 170 fruitbomen dateren uit 2004. Het zijn oude, vaak vergeten rassen. 70 verschillende soorten appelbomen en 30 perenrassen.
bijvoorbeeld de appel van de notaris, heel groot natuurlijk, want die wou dat wel pronken met zijn grote appels. Sterappel, hondenkop, kattenkop, allerlei namen die je eigenlijk niet meer hoort. En dat is dan ook een dubbel doel van onze boomhaard. Dat eigenlijk ook dat genetische materiaal hier bewaard blijft. Geen conferenceperen, Pink Ladies of Granny Smith appelen dus. Het wordt proeven van oude, onbekende smaken. Maar dat zien de Bruggelingen wel zitten. De appels, ik denk dat die rode appeltjes voor appel moeten zijn. En de peren die bewaren wel een beetje. Dus de peren, en ik ben de pereneter, s'avonds als je op tv zit te kijken, dat is gezond. Een brugspeertje. Een brugspeertje, voilà. Wij hebben al het nieuws geplukt, zo het algemene nieuws toch. Katrien zit klaar nu met heel veel sportnieuws. Veel plezier daarmee en nog een mooie avond. Dit is aan het gebeuren vanavond. Dat zijn de mensen die massaal toestromen langs de wegen waar morgen de kist zal worden voorbijgereden. Maar er is ook een officieel gedeelte en dat bestaat erin dat koning Charles op dit moment een receptie aan het organiseren is voor de staatshoofden en regeringsleiders die morgen de begrafenis zullen bijwonen.